Yes. Goedemorgen. We doen vandaag een yoga pilates mix. Dus alle staande houdingen doen we yoga. En als we naar de vloer gaan, dan gaan we pilates oefeningen doen. Ja, als jullie zo ver zijn, dan mag je komen staan voor aan je mat. Voeten heupbreedte uit elkaar. En dan beginnen we met een body scan om goed de aandacht naar binnen te brengen. Goed de aandacht van buiten naar binnen, je lijf in. We beginnen met de voeten aanraken, langzaam omhoog, langs je benen, langs je lichaam, langs je gezicht, schouders en dan kruis je armen en dan zo je handen. Dan zit je al helemaal in je lijf, sluit heel even je ogen en ga met rust met je aandacht naar je voetzolen. En stel je voor dat je wortels schiet, ga maar met je aandacht de vloer in. Stel je voor dat je door alle lagen van de aarde gaat, 30 centimeter de vloer in. Goed stevig staan. En dan ga je naar je kuiten, langs de voorkant van je benen. Je bovenbenen, je knieën zijn wat zacht. Voel hoe de spanning is in je bovenbenen. Dan ga je naar je bekken. Hoe staat je bekken bovenop je benen? Maak je rug helemaal lang. Je trekt je navel wat in en op. Beweeg je aandacht naar je borst. Laat je schouders helemaal zakken. En beweeg je hoofd, kin naar je borst en cirkel je hoofd naar rechts. Cirkel je kin over je borst, kijk naar links. En beweeg zo lekker door. Lengte in je nek. Herhaal dit nog 2 keer. Word je ook bewust van je in- en volgende uitadem. Die mag door je neus gaan. Kin naar je borst, kijk recht naar voren en rol je schouders. Adem in, neem je armen mee omhoog. En buig je beide knieën, adem uit. Kom naar voren, buigen. Plaats je handen aan weerszijde van je voeten. Laat je hoofd helemaal hangen, knieën zijn licht gebogen. Maak een flat back, handen onder je knieën, adem in. Lengte in de rug, adem uit, plaats je handen en stap rechts, ver weg naar achter. Lunge. Stap je linkervoet bij, hoog plank. En kom naar beneden, lig op je buik. Lift de borst voor de cobra. Kom rustig naar beneden en beweeg via je knieën. Je boven je voeten, laat je handen stevig staan. Naar je downward facing dog. Hoofd helemaal tussen je handen. En we gaan stappen met de rechts. Dicht bij je rechterduim. Laat je linkerhiel wat naar binnen zakken. Beweeg je arm omhoog naar je krijger 1. Open je linkerarm naar je krijger 2. Open je linkerheup, open je linkerschouder. Kijk langs je middelvinger weg naar voren. En volg dan je achterste arm overhoog. Gaan we weer terug naar de hoge plank. Lunge, hoge plank. Buig je ellebogen langs je ribbenkast. Kom licht op de buik. Adem in, cobra. Warm jezelf langzaam op. Je hoeft niet meteen naar je max via de knieën. De boven van je voeten naar je downward facing dog. Laat je hoofd helemaal hangen. En stap links dicht bij je linkerduim. Rechterhiel naar binnen. Beweeg je beide armen in de lucht. Adem in. Adem uit. Open je rechterheup. Rechterarm. Krijger 2. En windmolenarm, rechterarm overhoog. Hou nog een keer. Adem in, hoge plank. Adem uit, laag plank. En als je wil, mag je naar je upward facing dog. Kom met je gewicht naar voren, rol over je tenen. Klem je bovenarmen langs je ribben. En beweeg naar je downward facing dog. Adem hier voor 5. Zoek de lengte op. 4.
voelt je lijf. Nog één. Een keer ademen. Lift beide hielen. Buig je beide knieën en stap rechts-links tussen je handen. Vanuit hier beweeg je naar je stoelhouding. Knieën bij elkaar. En laat je armen zakken. Kom maar staan in berghouding. Deze hele serie doen we nog 3 keer. Adem in de stoel. Adem uit door de neus. Voor overbuiging. Adem in, maak een flat back. Adem uit. Plaats je handen. En stap rechts naar achter, lunge. Kijk recht naar voren of in de lucht. En beweeg door naar je hoge plank. Adem in. Spreid je vingers. Adem uit. Lage plank. Voel de kracht in je armen, benen. En cobra of up dog. Door naar je downward facing dog. We stappen rechts. Dicht bij onze rechterduim. Achterste hiel. In één lijn met je voorste hiel. Dan beweeg je arm in de lucht. Duim naar achter. Banden is actief. Heupen wijzen recht naar voren. En open je linkerarm. Linkerschouder. Linkerheup. Beweeg door. Adem in. Arm overhoog. Hoge plank. Adem uit. Lage plank. Adem in. Upward facing dog. Door naar je downward facing dog. En stap dit keer links, dicht bij je linkerduim. Leg de heel wat naar binnen en beweeg beide armen in de lucht. Lengte in de rug, lengte langs je buik. En open inderdaad. Kijk langs je middelvinger weg. En beweeg je bovenste arm, achterste arm. Hoge plank, adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. Beweeg zoveel mogelijk op jouw adem. En we gaan stappen met links, dicht bij je linkerduim. Achterste hiel wat in. Adem in. Heupen wijzen naar de korte zijde van je mat. En nu open je ze naar de lange zijde van je mat. Cirkel. Hoge plank. Lage plank. Adem. Adem uit. Downward facing dog. En adem voor 5. Je mag best je knieën om en om buigen. Wat meer lengte te vinden in je rug. Je voelt het tussen je schouderbladen. Zijn je ellebogen licht gebogen. Spreid al je vingers. Adem in, beide hier liften. Adem uit, buig je knieën om te stappen. Rechts, links, tussen je beide handen. En vanuit hier kom je naar je chair pose, stoel. En laat beide armen zakken. Heel goed, tweede ronde. Nog 2 keer. Het is een lange serie. Arm in de lucht. Adem in. En adem uit. Adem in, flat back. Adem uit, plaats je handen en stap rechts naar achter. Adem in en adem uit. Hoog plank en meteen zakken. Inademend, up dog. Uitademen, downward facing dog. We stappen met rechts, dicht bij onze rechterduim. Hiel neer, blijf door ademen. Adem in, lengte. Duw de vloer onder je voeten weg. En open je linkerarm, linkerschouder, linkerheup. Zink wat dieper. Achterste arm. Volg hem. In de lucht. Weer terug naar je hoge plank. Een laag plank. Upward facing dog. Downward facing dog. Zijn jullie er klaar voor? Linkervoet. Stappen. Laat je hiel zakken. En beweeg. Voel de vloer stevig onder je voeten. Gebruik de vloer om af te zetten. En open je rechterarm. Achterste arm komt overhoog. Adem in. Adem uit. Inademend. Up dog. Downward facing dog. Adem voor 5. Stuur je stuit maar wat hoger. Laat je borst maar wat meer richting je bovenbenen bewegen. Zonder te duwen, zonder te trekken.
Laat je energie stromen in van je voeten naar je kruin en uit van je kruin naar je handen. Alles gaat open. Lift your heels, adem in. Buig je bij de knieën en stap het rechts links tussen je handen. Ja, toch? En adem in. En adem uit. Oké, misschien wil je een truitje aan doen. Ik wel. Gaan we voor de laatste twee? Klopt. Of nog eentje? Lift je borst op, kijk schouder recht in de lucht. Beweeg naar je hoogplank. Adem in. Uitademen. Press. Smeer hem uit. Adem in. Adem uit. Downward facing dog. Om te stappen met de rechts. Heel land. Beide armen gaan in de lucht. Open je linkerarm. Achterste arm komt over halve lengte. Hoge plank, adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. Voel de kracht in de benen om te stappen met links. Achterste heel land richting de vloer. Beide armen gaan in de lucht. En voel dat je beweegt op jouw in- en uitadem. Achterste arm komt overhoog. Hoge plank. Lage plank. Goed, je buikspieren opspannen. Downward facing dog. Stap links toch nog? Yes. Achterste heel neer. Beweeg je beide armen in de lucht. Adem in. Open. Dan open je ook je rechterheup, rechter schouder. Zink wat dieper. Achterste arm komt overhoog. Achterste hiel in de lucht eerst. Hoge plank. Lage plank. Inademend. Up dog. Uitademend. Downward facing dog. En breathe. In. Uit. Adem in. Even bovenin vasthouden. Adem uit. Adem in. Adem in, nog twee keer. Adem uit. Adem in. Adem uit. Doe je wijsvingers op tegen de mat. Lift beide hielen. Buig beide knieën. En stap maar. Yes, links. Stoelhouding. En berghouding. De laatste serie, nog twee rondes. Mag je ook springen naar de plank als je wil. Alleen als je er zeker van bent dat je warm genoeg bent. En anders gewoon stappen. Ready? Laatste series. Go! Stoelhouding. Adem in. Adem uit. Inademend. Flat back. Uitademend. Stap rechts naar achter. Lift de borst op. En kom naar je hoge plank. Laag plank. Upward facing dog. Smeer hem uit. Op vier tellen. Adem uit. Downward facing dog. Stappen rechts. Dicht bij je rechterduim. Linker hiel in. En breng beide armen in de lucht. Adem naar je vingers. Achterste arm komt overhoog. Hoge plank. Laag plank. Lift de borst op. Downward facing dog. En stap links. Hou de bewegingen zacht. Adem in. Adem uit. Open je rechter schouder. Draai je rechter tenen wat naar binnen. En volg je rechterarm overhoog. Hoge plank. Laag plank.
te stappen. Werkelijk. Set. Lift two arms. Open je rechter schouder. Rechter heup. Vingers zijn gesloten. Neem even de tijd om te landen. En cirkel je rechterarm overhoog. Hoge plank. Achterstuw is in de lucht. Voeten uit elkaar. Heupbreedte. Downward facing dog. Adem voor 5. Check je knieën. Dat ze zacht zijn. Hou ruimte in je knieën. Laat je hoofd helemaal hangen. En voel dat al je vingertoppen contact maken met de mat. Ontspan de spieren in je gezicht, je kaken. Lift to heels, adem in. Adem uit, buig je knie om te stappen. Let's lift to jumpen, wat jij wil. Stoelhouding, adem in. En kom in je berghouding. Heel goed gedaan, we gaan naar de tweede serie. Stappen rechts naar achter. Plaats beide handen op je borst. En voel goed de vloer onder je beide voeten. Voel dat de hielen in één lijn staan en beweeg je armen in de lucht. Adem in. Plaats je duimen tussen je schouderbladen. En kom naar voren. Lengte. Sla je rechterarm om je linkerbeen heen. Bovenbeen en volg je linkerarm naar achter. Twist. Kom weer omhoog. Adem in. Beide armen in de lucht. En stap bij. Linkerbeen naar achter. Grote stap. Hielen in één lijn. Beweeg je armen in de lucht. Adem in. Lengte langs je buik. En beweeg je duimen maar tussen je schouderbladen. Alsof je een bal weggooit. Reach. Je handen mogen ook iets uit elkaar, schouderbreedte. En sla je linkerarm om je rechterbeen heen. Volg je rechterarm naar achter. Duim in de lucht om je schouder te openen. Daar ja, die kant op ja. En breng bij de arm in de lucht. Adem in. En adem uit. Samastiti. Herhaal, rechts naar achter. Beide armen in de lucht. Maak een lengte langs je buik. En plaats je duimen tussen je schouderbladen. Voel het gewicht ook op je rechtervoet. En throw. Swing je rechterarm om je linkerbeen. En volg je linkerarm naar achter. Rijk wat verder met je hand. Alsof je wat wilt pakken daarachter. En beweeg je armen terug. Adem in. Schuif boven je hoofd. En stap bij. Laatste keer. Stap links. Bouw die kracht op in je benen. Lengte in je bovenlijf. Duimen tussen je schouderbladen. En drop. Swing je linkerarm om je rechterbeen. En volg je rechterarm naar achter. Terug. Adem in. En adem uit. Sta krachtig en sterk voor de balanshoudingen die we nu gaan doen. Ready? Beide armen zijwaarts spreiden. Ene laatste serie. Beweeg je rechterknie in. Adem in. Adem uit. Buig je linkerstandbeen. En kom naar je aeroplane pose. Beweeg je armen langs je lichaam. Je hebt het gevoel dat je een potlood klemt tussen je schouderbladen. En zet af van de vloer. Trek je knie in. Adem in. En adem uit. Samastiti. Handen zijwaarts. En lift je linkerknie. Andere kant. Kom naar je aeroplane pose. Adem uit. Voel die flow op je adem. Sta krachtig en sterk. Beweeg je armen naar achter. En trek je knie weer in. Navel in en op. En duw de vloer weer voeten weg. Herhaal. Knieën, armen zijwaarts. Als wings. Vleugels. En duw je been maar naar achter. Swing je armen naar achter. Langs je lichaam gekleefd. En beweeg je knie in. Adem in. Adem uit. Laatste keer met links. Armen zijwaarts spreiden. Adem in. Adem uit.
beide voeten. We stappen naar achter. We komen in een wijde positie. Tenen wat naar binnen. En omvat je bekken. Lift je bekken op. Adem in lengte. Lengte langs je buik. Arch. Op je bovenrug. En kom met een lange rug naar voren. Lengte. Kom met je gewicht wat meer naar je bal van je voeten. En plaats beide handen onder je borstbeen. Dicht bij elkaar. En eventueel je knieën buigen. Als je nog niet helemaal bij de vloer kan. Lift je rechterarm. Hoog in de lucht. Twist. Heupen blijven recht. Open vanuit je schouder. En duw de vloer maar weg. Onder je beide voeten. Onder je hand. En plaats je hand terug. Andere kant. Lift. Links. Open je schouder, open je schouder. Plaats je hand terug. En vanuit hier buig je rechterknie. En zink wat dieper terug in het midden. Beide armen zijn gestrekt en buig je linkerknie. Strek je beide benen. En laat je handen tussen je beide benen doorzakken naar achter. Kom maar, kruip richting de vloer. Armen reiken ver weg, lengte tijd. Buig beide knieën. Roll up, wervel voor wervel. Heel goed, herhaal. Hand op je heupen, lift je borst op. Adem in. Adem uit, met een lange rug naar voren. Ja, dit is lekker. Smeer de bewegingen uit. Rek je bewegingen lang, handen onder je borstbeen. Linkerhand eerst, lift. Open vanuit de schouder. Laat die armen verder kijken. En terug. Ga echt voelen. Waar is jouw reach? Waar is jouw bereik in de beweging? Zonder dat je je heupen opendraait. Terug in het midden. En buig je linkerknie. Je handen laat je staan. Buig je linkerknie. Terug in het midden. Rug is horizontaal en buig je rechterknie. Terug in het midden. Adem in. Adem uit. Beweeg je handen tussen je beide benen door. Laat je hoofd helemaal hangen. Rijk met je vingers ver weg. Wel dan. Buig beide knieën. Roll up. Neem de tijd. Neem de tijd. Stap je linkervoet bij. Kom met je voeten heupbreed uit elkaar. Dan gaan we door met Pilates. Roll down. Kin naar je borst. Laat je armen hangen. Knieën zijn weer gebogen. Flat back. Adem in. Armen naar achter. En kom aan je kruin. Dit herhalen we nog 3 keer. Roll down. Duik met je aandacht naar je wervelkolom. Bovenrug. Middenrug. Onderrug. Laat je armen hangen en maak een flat back. Adem in. En kom aan je kruin omhoog. Nog 2 keer. Roll. We zijn al lekker soepel. Ook lekker opgewarmd. Dus geniet van de bewegingen. Door de ruimte. En nog 1 keer. Buig eventueel je knieën wat meer om soepeler af te rollen. Flat back. Adem in. We gaan zitten voor aan de mat. Voeten in 1 lijn met je zitvlak. Armen rijk je naar voren. Maak een C-crunch. 2. En kom omhoog. Op je zitbotten. Duimen naar achter. Adem uit. C-crunch. 2. En kom weer rechtop. En zo door. Adem uit als je cruncht. Achter je zitbotten. Kijk richting je navel. En adem in weer weg naar voren. Duimen naar achter. Nog 2 keer. Adem uit. En adem in. We gaan meer werken vanuit je buik en de rugspieren. Hele andere energie dan bij yoga. En roll down. Helemaal liggend. Op de vloer. Beide handen achter je hoofd. Lift je hielen van de mat. En we crunchen. Knieën naar je neus. Neus naar je knieën. Adem uit. En adem in. Adem in. 12 keer. En open je armen. En open. 4.
puntjes van je ellebogen mag je je dijen aantikken. Nog twee te gaan. En nog één, blijf boven. Strek je armen weg naar voren, beweeg je knieën wat meer boven je heupen. En je mag je benen wegstrekken voor de 100. Adem in, sla met je armen op het water. Adem uit. Adem in. Adem uit. Je kin is in. Adem in door je neus. En adem uit door je mond. Adem in door je neus. Adem uit door je mond. Nog twee keer. Adem in door je neus. Adem uit door je mond. Laatste. Leg je hoofd en schouders neer. Trek de knieën naar de borst en cirkel je knieën naar buiten en naar binnen. Laat het brandende gevoel in je buik maar rustig wegzakken. Voor de tweede ronde. Plaats de tenen tegen de mat, iets verder bij je zitvlak vandaan dan net. Handen achter je hoofd. Lift je hoofd en schouders en dan gaan we crunch, adem uit en adem in, adem uit en adem in, 3, smeer die beweging lekker uit, 4, hoe langzamer je het doet bij Pilates, hoe zwaarder, hè? Hoe meer controle, 6, zonder naar je hoofd te trekken. 7. En ga zo door. Go. 8. Net zo rustig naar beneden als dat je omhoog gaat. Ik ga het al een beetje voelen. 10. Hou die focus net als bij de yoga. Nog 2. En nog 1. Hou de knieën boven de heupen. Strek je armen weg naar voren met je handpalmen naar beneden. En eventueel je benen wegstrekken. Adem in door de neus. Blaas uit door je mond. Adem in door de neus. Adem uit door de mond. In door je neus. Uit door je mond. Nog 2 keer. Nog 1 keer. En knieën in. Leg je hoofd neer. Plaats je voeten tegen de mat. Helemaal gesloten. Arm langs je lichaam. Lift je bekken op voor de hip bridge. Voor de bridge. En open je knieën en sluit je benen. 2. Voor de binnenkant en buitenkant heupspieren. En natuurlijk de achterkant van je lichaamsband aan. 4. 5. 6. 9 en 10. Klein stukje open is genoeg. 11, 12. Roll down. Beweeg je rechterknie in tot heuphoogte. Linkerbeen op neushoogte gestrekt. Lift je hoofd en schouders. Pak je onderbeen vast, je rechter onderbeen. En dan gaan we. 1, 2, 3, 4, 5. 7, kracht in die benen, 8. Kijk langs je borst weg, langs je buik, navel in en op. Nog 2 te gaan en 1, 1. Knieën in, plaats je voeten maar weer terug tegen de mat. Armen langs je lichaam, lift je bekken op. Span je bilspieren wat samen en dan gaan we. 1, 2. Belangrijk is dat je goed door blijft ademen. 6. Je rolt een beetje naar de buitenkant van je voeten toe. Nog 2 te gaan. Blijf je armen wegstrekken. Kom hoog op je schouderbladen. En roll down. Rechter knie gaat in. Linkerbeen op neushoogte. Lift je hoofd en schouders. Pak je onderbeen vast. Dan gaan we. 1, 2, 3. 9, 10, 11, 12 en beide knieën in. Het is wel lekker wakker worden zo, hè? Na zo'n kerst.
langste mat weg. We gaan helemaal oprollen, helemaal afrollen. Beide armen voor je oren. Adem diep in. Maak van twee benen één been. Klem de binnenkant van je benen. Dan gaan we. Adem uit. Roll up. En dubbel. Puls. Kijk naar je navel. En roll down. Beide armen langs de oren. Adem in. En adem uit. Dubbel puls. 1, 2, en roll down. Een lichte stretch over de achterkant van je benen. Rug en kracht aan de voorkant. En reach. 2, en roll down. Coördinatie, armen en benen wegstrekken. Nog één keer. Roll up. Dubbel puls. En blijf rechtop zitten. Beide handen bij je dijen. Nu gaan we de andere kant op rollen. Dus we gaan met de benen in de lucht. En dan mag je met je voeten schuin richting het plafond. Ik doe hem één keer voor. Roll down. Wervel voor wervel. Totdat je de kracht voelt in de buik. Lift beide benen. En dan gaan ze. Schuin in de lucht. Open je benen. Sluit je benen. En nu tegenhouden met je buikspieren. Afrollen. Strek je armen weg. Laat je benen wat zakken. Lift je hoofd en schouders. En dan zit je weer waar we begonnen. Kom vanzelf. Nog vier keer. Roll down. Kijk richting je navel. Nu voel je dat je benen op kan tillen. Schuin achter je hoofd. Richting het plafond. In plaats van richting de vloer. Open je beide benen. En roll down. Alsof iemand je enkels tegenhoudt. Sluit je beide benen. Laat je benen zakken. En roll up. Herhaal. Roll down. Ja, doe wat gaat, hè. Ook thuis. Laten we nog één keer doen. Roll down. Je mag ook alleen deze doen. En dan hier eindigen. Open, sluit je beide benen en roll down. Laat je benen zakken, lift je hoofd en schouders en zit helemaal recht op. Oké, we gaan op handen en knieën. Handen onder de schouders, linkerhand naar voren, rechterbeen naar achter en lift. Spiderman, op en neer. Op en neer. Op en neer. En op en neer. En ga door. Nog vier te gaan. Vier en terug. Drie en terug. Nog twee. Hou je been boven. Plaats je hand. Flex je voet. Buig je knie. En pull. Push down. En strek. Beide armen. Push down. Langzaam heel veel. Over twee tellen. En twee tellen terug. Je heupen blijven recht. Je schouders zijn recht. We zijn bij vier. En op. Laten we nog vier doen. Of je mag stoppen. Aan jou de keus. En nog drie. Nog twee. Schier je ellebogen langs je ribbenkast. En nog één. Op. Heel goed gedaan. Wisselbeen. Knieën heupbreedte uit elkaar. Rechterarm naar voren. Op je vingertoppen. Linkerbeen naar achter. Lift. En lower. Lift. Oké. Trek je navel iets meer in en op. Voel die lengte langs de voorkant van je buik. Kin is iets in. En je elleboog. Je linker elleboog is gebogen. Zacht in de gewrichten. Nog vier. 3, tot bilhoogte, 2, en eindig met je been boven, plaats je hand onder je schouders op heupbreedte, buig je linkerknie, voet geflext, daar gaan we, 1, 2, op, verdeel je gewicht, 1, 2, op, 2, ja, hoe langzamer, hoe zwaarder, hè? 3, op, op, spreid je vingers, 4, Here to go.
Duw je vreef van je rechtervoet tegen de mat. Nog maar twee. Ademen jullie nog? Nog één. En wel dan. Knieën naar buiten. Armen naar voren. Reach. Dus deel even uit. Ga nu liggen plat op de buik. Voor de spieren in de buik en de rug. Voorhoofd op je handen. En lift je borst. Lift je benen. Laat je benen zakken. En borst neer. Op. Lift. Laat zakken. En neer. En op. Om en om. Eerst je borst, dan je benen. Benen. Borst. Borst. Benen. Benen. En borst. De. Nog twee keer. Blijf je benen zakken. Blijf met je borst boven, armen zij en maak cirkeltjes. Pin is in. Cirkeltjes naar achter. Kom ietsjes hoger. Nog ietsjes hoger. Stijg gewoon op. En kom naar beneden. Handen onder je schouders. Support jezelf op handen en knieën. En maak een bolle rug. Adem uit. Goed gedaan. Maak een bolle rug. Maak een bolle rug. Round we go. En een bolle rug. Neutrale stand van je rug. Vanuit hier gaan we naar plankpositie natuurlijk. Handen onder je schouders, strek je rechterbeen naar achter, strek je linkerbeen naar achter. En beweeg naar je downward facing dog. Die hebben we aan het begin van de les ook mooi gedaan. En dan kom je naar mountain climber. Met je rechterknie naar je rechter elleboog. En je linkerknie naar je linker elleboog. En terug. Naar voor bewegen, schouders boven je polsen. En zit vlak weer hoog in de lucht. Je hielen hoeven niet helemaal tegen de mat. Kijk maar hoe ver je het komt. Core. Aanspannen. Buik en rug. Navel in en op. Vooral als je naar voren beweegt. Gewoon recht. Rechter knie. Rechter elleboog. Linker knie. Linker elleboog. Nog twee keer. Yes. Wandel met je voeten. Tussen je beide handen. Pak je enkels vast. Ellebogen naar buiten. En beweeg je neus naar je knieën. Knieën naar je neus. Roll up. Wervel voor wervel. Laat je armen hangen. En we maken de squats. Small squats voor 12. En 1. 2. 3. 6, 7. Zit vlak goed naar achter. Verdeel je gewicht over beide voeten. Nog 2 te gaan. Nog 1 te gaan. Blijf rechtop. Rechterbeen stap naar achter. En we maken lunges. Buig en op. Buig en op. 3, 4, 5, 6. 7. Duw de vloer onder je voeten weg. Blijf beneden. Neem je armen mee. Knee hef. En balans. En lunge. En balans. En lunge. 3. 4. 5. Hoe gaat dat? 6. Nog 6 te komen, want we gaan tot 12. Alleen je rechterbeen. Voel dat standbeen. Sterk. Balanceren. Nog 2. En nog 1. Heel goed gedaan. Voeten heupbreed uit elkaar. 12 squats op 2 voeten. Laag en op. 2. 3. 6.
laag. Op, stap links naar achter. Handen om je heupen. Let's go. En buig en strek. Recht naar beneden. Beide knieën buigen. Zes. Tien. Nog twee. Zijn je schouders laag? Nog één. En let's go. Buig. Op. En lunge. Twee. Tegenovergestelde arm van been. Drie. Focus. Neem een punt voor je waar je aandacht op richt. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Plaats je handen op de vloer. Kom naar je plankpositie. En open je rechterarm. Zijplank. Open. Twee. En draai terug. Linkerarm. Open. Duw je heupen wat naar voren. En terug. Open. Twee. Terug. Twee. Ga door. Schouder boven je pols. Ja, val niet mee na twee dagen kerst, hè? Twee. En terug. Twee. En nog twee keer. Nog één keer. Heel goed gedaan. Kom op je knieën. En stap je rechtervoet buiten je rechterhand. Teen iets naar buiten. Linkerknie liften. En schuif hem iets naar achter. Voor de stretch over je heupbuigenspier. Laatste 5 minuutjes van deze les. Stretching. En adem. Hè? Laat je ademen zakken. Die is iets omhoog gegaan tijdens de plank oefening net. Rechterhand op je rechterdij. En open vanuit je rechterschouder. Draai weer terug in het midden. Tenen recht. Gaan we naar de flying dragon. Beweeg je zitvlak de lucht in. Ervaar de stretch over de achterkant van je been. Je hoeft je knie niet helemaal door te strekken. Lichte buiging nog. En zoek de stretch maar op over de achterkant van je been. Door je stuif wat hoger in de lucht te bewegen. Dan nog even vol. Ontspan je spieren in je gezicht. Laat je hoofd en je schouders hangen. Buig ons rechterknie. Kom terug naar all-fours positie. Handen en knieën. Voel het verschil tussen rechts en links. Om te stappen met links buiten je linkerhand. Lift je rechterknie. Laat hem wat naar achter schuiven. Tenen wat naar buiten. Andere kant. Hoe voelt dat? Als je stretch te heftig is over de voorkant van je been, maak hem iets kleiner. Luister naar je adem. Als je nog goed kan in- en uitademen, is het oké. En terug. Zet je voet smal. Hand aan weerszijde van je linkervoet. En beweeg je stuit, je zitvlak hoog in de lucht. Laat je hoofd lekker hangen. Luister naar je adem. Op elke uitadem zink je wat dieper. Op elke inadem voel je die liftende beweging. Oké, tikkel jezelf. Kom zitten. Je rechterknie is in één lijn met je rechterheup. Je kruist je linkervoet over je rechterdij. We slaan onze rechterarm om ons been heen. En twisten. Zorg ervoor dat je op je linkerbeel kan zitten. Heb je knieklachten, strek je onderste been. Open je schouder nog een klein stukje. En draai terug in het midden. Strek beide benen weg. Adem in, neus naar kniehouding. Kom eerst met de lange rug naar voren. Laat je armen tegen de
mat aan landen en ontspan je nek en schouders. Ervaar de stretch over de achterkant van je benen. Wiebel even heen en weer van je rechterbeel op je linkerbeel om nog een beetje dieper te zinken. Schouders, beweeg wat je wil bewegen. Dank jullie wel, heel goed gedaan.